De salarissen van de stichting One Stop Shop voor chronische ziekten zijn tot eind april gegarandeerd. Dit besluit is in de Raad van Ministers goedgekeurd. Dit liet minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning gisteren in de Nationale Assemblée weten. Ook zegt hij dat er afspraken met de manager van de stichting zijn gemaakt over de heropstart van de dienstverlening van de stichting. Maar vooral ook een bezuinigingsplan, voorzitter. Er is gesproken over verantwoording. Er is gesproken over een overeenkomst met het SZF. Daar wordt aan gewerkt. En uiteraard is afgesproken dat uiterlijk eind april zaken in orde gemaakt moeten zijn. Maar de salarissen van de mensen is gegarandeerd tot eind april. En er is ook aangeboden aan hen om in het Wanica ziekenhuis alvast op te starten. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning gisteren in de Nationale Assemblée.